werken wordt een stuk leuker, want we gaan allemaal gamen in de tijd van de baas. Waarom een saaie cursus? Het computerspel gaat ons opleiden. Dan gaan we met twee mannen praten die spelletjes maken en die van spelletjes houden. Ook nog een brood mee verdienen. Twee volwassen mannen ook nog. Bart Huffer, die maakte Serious Games voor NN, ABN AMRO, Ziggo, Unilever, allemaal grote bedrijven. Niels Monshouwer, die bouwde aan spellen voor bijvoorbeeld Vodafone, Universiteit van Wageningen, het AMC. Nou, het is nogal wat, hè. Het is een wereld voor mensen die het niet kennen, die wij proberen te ontvouwen hier. Ik begin met Bart, we gaan de cartoon van hier hebben afgesproken. Ja. Bart, lekker gamen voor je werk, dan zeg je dat is mooi, maar Serious Gaming, voor de mensen die het niet kennen, kun je dat in het kort uitleggen? Wat is het precies? Wat we proberen met Serious Games is serieuze opdrachtgevers en hun doelen proberen te bereiken met speelvolle concepten. Dus leuk speelbare games, maar wel met een serieuze ondertoon. Ja, maar met de nadruk trouwens komen we dit gesprek denk ik nog wel over te spreken. Maar echt, het moet wel leuk zijn. Je moet er plezier aan beleven. Ja, want anders spelen mensen het sowieso niet. Dus het is een beetje hetzelfde als je iemand dwingt iets te doen, dan stopt hij eigenlijk al. Dus we proberen mensen wel te verleiden iets serieus te leren op een leuke manier. Oké, nou kijken hoe dat in zijn werk gaat. We hebben twee voorbeelden. Oh, hi, there you are. Serious Gaming lijkt op het eerste gezicht vooral leuk, maar er zit wel degelijk een serieuze bedoeling achter. Deze app van Brand New Game is ontwikkeld voor Ziggo. Het spel is bedoeld voor helpdesk-medewerkers die zo leren hoe ze klanten beter kunnen helpen en zich tegelijkertijd keurig aan de interne gedragsregels houden. En Renault liet deze game ontwikkelen voor salesmanagers. In het spel worden alle mogelijke situaties in de showroom gespeeld. Van klanten begroeten en de auto's schoonhouden tot overleg met teamleden. En wie de kantjes ervan afloopt, game over. Ja, daar kun je dus inderdaad iets bij voorstellen. Dat je er ook van leert, dat het ook leuk is. Maar je zou zeggen, ja, een rollenspel, dat vinden mensen misschien ook wel leuk. Wat is daar mis mee dan? Nou ja, die heb ik zelf gehad ooit toen ik nog bij Diesel werkte. Maar ik ben geen acteur. Dus als ik dan met jou een rollenspel ga doen en ik moet me inleven in een of andere situatie die ik nog nooit heb meegemaakt, maar waar ik op word voorbereid, en het is met een acteur, dan vind ik het al moeilijk om me daar in te leven, zeg maar. Wat je net zag, die tweede game, was ook meer bijna als een simulatie. Want je probeert de werkelijkheid wel heel erg dicht te benaderen. En wij proberen net iets abstracter een gamebeleving neer te zetten, waarbij de speler ook nog wel iets met zijn fantasie moet doen, maar niet hoeft te gaan acteren. Maar gewoon een spelletje aan het spelen is om te ervaren wat er gebeurt als ik dit doe of als ik dat doe. Wat gebeurt er dan met Maar ja, dan zie je toch een spelletje. Dan gaat het bijvoorbeeld over klantentraining. Hoe ga je met klanten om? En denk je, dan kun je ernaar kijken. Dan denk je, het is leuk en geinig. En misschien kan ik ook nog winnen. Ja. Competitie. Maar aan de andere kant, ja, het blijft een spelletje. Dus hoezo leer je ervan? Ja, het leereffect zit hem juist in het uittreden. Of als je dus stopt even met gamen, dat je dan gaat nadenken van, hey, wat deed ik nou net? Oh, ik deed dat. Ja, daardoor ging ik elke keer af. Ja, moet ik dus niet meer doen. Nee, dom. Dus het leren gebeurt niet tijdens het spelen van die game, maar eigenlijk als je het wel eventjes weglegt of onder de douche staat, hè, dat gebeurt ook de meeste geniale dingen. Ja, dat schijnt ook. Ja, doe maar op. Ja. Kun je het af hebben. Dus ja, even die externalisatie, wat ze zeggen. Ja, nee, maar dat fragment van onder de douche staan, of dat die vergelijking, die begrijp ik, dat snap je. Je neemt even afstand, dat moet ook. Niels, het geldt voor jou ook. Je bouwt ook heel veel van die dingen en van die games. Maar aan de andere kant denk ik dan, ja, e-learning heb je ook. Dus ja. Wat is het verschil? Heel veel mensen die misschien nu kijken, denken dat heb ik ook geleerd. Dat was misschien minder leuk. Dat deed ik ook als verschil. Dat is denk ik een beetje het probleem wat je nu precies aanstipt. Van e-learning, je doet het omdat je het moet doen. Je komt op werk en zegt, je moet deze cursus volgen. Dat ga je uitvoeren. Je klikt er even doorheen en dan heb je het maar gedaan. En wat we juist proberen te doen met Serious Gaming is iets maken wat iemand leuk vindt om te spelen. Dus we zeggen niet, jij moet dit doen. We zeggen, dit is een game waar je dingen van kan leren. En als hij leuk genoeg is, dat is wel even de voorwaarde van een goede serious game, dan gaat iemand dat uit zichzelf spelen. Dus in plaats van dat je gedwongen wordt om die game te spelen, ga je het jezelf, ga je dus leren. Nou hebben we wat om ons heen gevraagd op de redactie, om ons heen gebeld ook. En dan denk je, nou ja, jullie werken ook voor grote bedrijven. Dan zou je zeggen, dit is omarmd door heel Nederland. En heel veel mensen kennen het niet. Hoe kan dat, Bart? Nee. Dat verbaast jou toch ook? Ja, nog steeds. Ja. Ik zat laatst bij een grote luchtvaartmaatschappij met de directeur e-learning te praten. En die wist niets van Serious Games nog af. Daar was ik inderdaad heel verbaasd over. Ja. Ook een bedrijf als Ziggo die toch al 4 keer het heeft laten doen. Continu weer nieuwe vraagstukken neerlegde om games voor te ontwikkelen. Vodafone, Bell Company. Maar ja, we zitten denk ik toch nog steeds een beetje aan het begin van die industrie. Ook al is Niels' bedrijf al 8 jaar oud en mijn bedrijf 6 jaar oud.
Dus we doen het al een tijdje, maar... Maar hoe komt dat? Waarom kun je die volgende stap niet maken? Ik denk nog steeds angst. Het is ook een flinke investering om een serious game te laten ontwikkelen. Zeker als het een maatwerkproductie is. Gelukkig werken we er steeds meer naartoe om white label... de games die wij toevallig samen hebben ontwikkeld... Hoe groot is die investering? Nou, het begint wel vanaf 60.000 euro als je echt een maatwerk game wil laten ontwikkelen. Ja. Die enige inhoud heeft, zal ik maar zeggen. Voorstel, dan heb je ook wat, maar toch, het is een flink bedrag natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen ook en bedrijven weer houdt om het te doen. Kijk, een boekje kennen we allemaal. Hè? Wat zei ik net ook, een workshop of een boekje, dat kennen we, dat vertrouwen we. Dus daar 5.000 euro in investeren of een workshop. Terwijl iedereen van de werkvloer afgehaald moet worden... of alle stewardesses aan de grond gehouden moet worden. Dat kost ook tonnen. Je moet wel eerlijk zijn in dit vak. Hè? Je moet eerlijk zeggen of het voor alles en iedereen werkt. Je weet zelf hoe het werkt. Als je apps kunt bouwen, dat doe je ook op verschillende bedrijven. Werkt het echt bij elk bedrijf, bij elk beroep ook? Nee, het zal niet voor alles werken. Ik denk dat je heel goed met games kan je mensen nieuwe ervaringen geven. Een voorbeeld wat wij hebben gedaan met een game gemaakt... in samenwerking met AMC om artsen in opleiding te trainen. En wat we in die game doen, is ze situaties geven... die ze in hun dagelijkse praktijk nauwelijks eigenlijk tegenkomen. Ze zijn een operatie aan het doen en hun apparatuur begeeft het. Nou, dat is iets wat we dus hun aanbieden. Dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. We wilden dus wel weten of dat werkt ook. Hè? Daar hebben we wel even bij gefilmd. Even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Weirdbeard ontwikkelde dit spel in samenwerking met het AMC en TNO. Deze app voor op je mobiel is voor chirurgen die moeten leren multitasken. Ze leren omgaan met stress in de operatiekamer. Het spel is een variant op het aloude drie op een rij. Maar tijdens dit spel valt de chirurgische apparatuur uit. En de arts die het beste omgaat met die tegenslagen, scoort de meeste punten. Nou ja, dat is vrij lullig als die apparatuur uitvalt. Dat wil ik natuurlijk niet, maar denk je, ach ja, dat is een spelletje, grappig. En als chirurgen toch ook een beetje eigenwijs, die denken aan het gop. Die gaan dat toch niet serieus nemen? Nou ja, we hebben het dus laten onderzoeken. En oudere chirurgen nemen het inderdaad in eerste instantie niet serieus. Maar een jongere generatie, die stapt daar wel veel makkelijker in. En in plaats van dat ze een ander drie op een rij spelletje spelen... kunnen ze lekker, terwijl ze in de bus zitten of in de trein zitten... kunnen ze deze game spelen. Komen ze af en toe een aantal problemen tegen die ze waarschijnlijk in de praktijk misschien 1-2 keer in hun hele leven voor tegen gaan komen. Maar zij zijn er dan wel op voorbereid op het moment dat die situatie zich voordoet. Je zei net, ik moet eerlijk zijn, dat wil je ook. Dan kunnen we het verschil ook zien. Bij sommige beroepen zal het niet werken. Of daar heb je er minder aan. Wanneer werkt het niet? Ik denk, het gaat niet zozeer om beroepsgroepen, maar bijvoorbeeld feitenkennis leren. Grote lappen tekst. Daar zijn games niet zo geschikt voor. Ik denk dat je dat sneller doet nog steeds uit een boek of iets dergelijks. Aan de andere kant denk ik ook dat we steeds meer feitenkennis... kunnen we veel makkelijker gewoon opzoeken op internet. Dus die vraag daarnaar wordt steeds minder. Dat zien we ook bij Fontys. Daar hebben we ook een game voor ontwikkeld... om studenten te motiveren direct te starten met studeren. Hè? Ja. Niet eerst 4-5 weken de kat uit de boom kijken... en oh, is er een studieplanner, maar gewoon meteen. We hebben de uitval gereduceerd met 20% daar bij de studenten. Maar... docenten moeten ook gaan begrijpen dat alle kennis inderdaad op internet staat op YouTube. Tegenwoordig leren gamers zichzelf programmeren via YouTube. Kijken ze even hoe het moet en dan gaan ze het nadoen. En dat is natuurlijk gewoon ook aapjesgedrag. En ik geloof zelf dat wij ook daarvan afstammen. Dus dat is natuurlijk ook de evolutie van kennis en de evolutie van hoe we eigenlijk zijn geëvolueerd van wat we waren tot het heden. Afkijken, nadoen, leren, ervaring opdoen en nog eens een keer doen. En niet waar werkt het boek het beste? Want dit werkt in Nederland nog niet op grote schaal. Dat is nu wel duidelijk. Hè? Jullie zijn al een tijdje actief, 6 en 8 jaar. Toch nog niet door iedereen omarmd. In welk land is dit echt hot, heel groot? Is het in Amerika echt belangrijk? Ja, Amerika ook wel. Maar in Nederland zijn we grappig genoeg nog best wel ver. Als je het in Duitsland vergelijkt, daar zijn ze nog helemaal niet. Maar dan zijn de mensen ook iets serieuzer nog, denk ik, dan in ons land. Ja, dat heeft er toch mee te maken. Ja, zeker wel. Dat denk ik wel. En ik bedoel, we zijn dus best wel ver. Alleen misschien zijn wij te ambitieus voor de groei die we nu allebei hebben. En willen we gewoon meer, meer, meer. Hoe kom je binnen bij het bedrijf? Want je zegt al te serieus. Het hangt dus ook af van wie hebben de leiding in handen bij een bedrijf? Ja. Is dat een wat oudere generatie? De grijze pakken die zeggen, we beginnen. Het kan van alles zijn. Want de ene keer is het de CFO, Bert Groenewegen destijds bij Ziggo. Bij Schiphol waren het hele oude mannen juist. Die dachten van, wij weten niet meer wat van nu is. Dus we dachten, voor het veranderen direct, dan maar een game. Is in ieder geval leuk. Dus geen workshops. Maar soms zit je met de director learning aan tafel. Dus het is heel verschillend. Qua leeftijd is het verschillend. Man of vrouw. Vrouwen staan wel meer open dan mannen voor dit soort dingen. Dus dat is makkelijker scoren. Nee, is niet waar. Maar ja. Dat betekent dus wel, als je dit doet, dan denk je, nou, er is een wereld te winnen. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Want je wil wel weten of je succes hebt. En bedrijven zijn toch niet al te scheutig en happig om te vertellen dat het geweldig gewerkt heeft?
Nee, maar je kan toch wel elke keer met elk project wat je doet, kan je weer aantonen dat het gewerkt heeft. Zoals met AMC hebben we hun ook echt daadwerkelijk een onderzoek laten doen van werkt dit, ja of nee? Nou, daar kwam een ja uit, dus dat is fantastisch voor ons. Dus eigenlijk per project kunnen we toch elke keer weer aantonen dat het toch wel resultaat heeft. Het is belangrijk, daar is een spel voor. Dan het spelelement, dat moet dus grappig zijn, hè? Er zit een vorm van humor in, maar het gaat ook om winnen. Hoe belangrijk is dat, dat het ook een wedstrijd is? Soms gaat het om winnen. Wij kijken ook eigenlijk per klant, kijken we heel erg wat voor type mensen werken hier. En soms, sommige bedrijven die zijn heel erg inderdaad gericht op winnen, op competitie. Zie je vaak een beetje in de salesafdelingen. Maar er zijn ook soms afdelingen die veel meer over zorg gaan, over caring, over verzamelen, kennis delen. Dus je kan hele andere type games ook gebruiken om precies bij zo'n doelgroep aan te sluiten. En wat dat betreft past het ook veel beter dan eigenlijk traditionele vormen van leren, die eigenlijk altijd alleen maar over kennistoetsen gaan en verder niks. Als je kijkt naar, dat is ook een belangrijke, denk ik, aapjesgedrag, waar je het net over had, hè? Dan denk ik weer aan de simulatie bij piloten bijvoorbeeld. Heeft het daar wat van weg of is dat nou net weer iets anders? Daar slaat het weer net door. Dat is het hele, dat vind ik eigenlijk het allermoeilijkste van ons vak. Je hebt entertainment games aan de ene kant, die maken zij ook. Je hebt simulaties. Maar wij zitten net op dat vlak daartussen. En we proberen naar boven te halen wat een klant wil, hè, wat de opdrachtgever wil. Maar dat is niet altijd wat de gebruiker wil. Dus we proberen een transitie te maken met een serious game. Juist tussen die twee verschillende doelstellingen. Van opdrachtgever wil, iedereen moet leren upsellen. Maar een verkoper in de winkel wil misschien wel een optimale klantbeleving bieden. Dus hoe krijg je dat nou? Wat is nou de essentie die je kan gamificeren, zou ik maar zeggen? Gamification. Wilde zeggen al die nieuwe woorden op die ontwikkeling. Ja, gamification is wel een beetje het verzamelwoord voor alles wat we ongeveer... Is het uiteindelijk vaak een drempel, buiten alles wat jullie benoemd hebben, om toch wel of niet te investeren? Want het zijn dus bedragen. Hoe maak je aan mensen duidelijk, dat ze aan bedrijven duidelijk, dat ze dit moeten doen omdat die investering werkt? Nou, we hebben er eigenlijk een trucje voor bedacht. Heel eerlijk, het is een nieuwe propositie geworden. Ik heb hem ook bij me, maar ik ga dat niet laten zien. Maar we hebben een methodiek ontwikkeld, de GameStorm heet dat eigenlijk. En daarmee spelen we eigenlijk de mechanieken van Donkey Kong door met een opdrachtgever. Vanaf hun doelstellingen naar welke obstakels er zijn en welk gewenst en ongewenst gedrag er is. En wat het nou betekent in termen van euro's per maand. En ik meen serieus dat er gemiddeld wel minimaal 1 miljoen boven tafel komt aan potentiële winst. Ja. Alleen die gaan we niet met die game behalen. Maar als ik dan zeg, jongens, geef me 10% van die mogelijke winst. Dan gaan we daar een game voor bouwen. En als we het dan hebben over een ton, dan valt het al wat minder, zeg maar. Ja, dat is aardig, deze truc. Maar dan is er nog iets. Je wil ook zelf kijken, hè, wat in de smaak valt. Waar je zelf door verrast wordt. Wat zijn games waar je zelf wat van geleerd hebt? Of die je zelf nog wel eens gebruikt? Ik blijf eigenlijk gamen. En er worden ook continu nieuwe games gemaakt. Dus wat Bart net ook al zei, wij zitten zowel in de entertainment als in de serious gaming. En ik denk dat het ook heel goed is om naar die entertainment games te blijven kijken. Want het belangrijkste is toch, zorg dat het leuk is, dat iemand het wil spelen. Want als je dat laat gaan, en dat is een beetje wat je snel doet, omdat je toch dat doel van die klant voor ogen hebt, dat leren. Maar zodra je die lol in die game laat gaan, ja, dan gaat iemand niet meer doen. En dan zit je weer bij die e-learning. Kun jij zeggen wat je zelf het allerleukste spel vindt? Want in al die tijd dat je dit gespeeld hebt, uitgeprobeerd, dan ben je ook ergens ook, neem ik aan, verslaafd aan geraakt, of niet? Ik vond Kozak een hele goede game, maar die zal niemand weten. Maar nu speel ik Fallout 4. Dat is een soort Mad Max. Maar dan ben jij Mad Max, zal ik maar zeggen. Het is echt een waanzinnig mooie game. Vertel even hoe dat werkt. Hoe werkt dat? Nou ja, je begint met je karakter te kiezen. Dus je kunt je karakter samenstellen. Ook fysiek, maar ook qua karakter. Letterlijk van, nou, welke eigenschappen heeft deze persoon? Is die vooral sterk? Is die vooral slim? Heeft die vooral veel geluk, bij wijze van spreken? Daar kun je een aantal punten over verdelen. En dat bepaalt dus ook de totale flow van die game. Dus als je bijvoorbeeld alle punten inzet op luck, dan ben je gewoon een mazzelpik. En dan speel je met heel veel mazzel door die game heen. Maar ben je vooral heel sterk, nou, dan zul je die eigenschappen vooral moeten gebruiken in de game. En ja, je kan hem dus over en over blijven spelen met andere karaktereigenschappen. Dat is waanzinnig. Een roleplaying game. En dat betekent dus deze, dat ben je ongeveer 20.000 euro aan kwijt als je die tijdens de kerstdagen wil gaan spelen bijvoorbeeld. Dit is een entertainment game, zeg maar. Die kost gewoon 16 in de winkel, maar die heeft qua budget, denk ik, nou 50 miljoen gekost om te bouwen. Daar hebben we het over. Dat zijn niet de games die wij ontwikkelen helaas, maar... Ja, het gaat voor bedrijven ook, als je echt iets moet ontwikkelen. Stel dat iemand dit ziet en die denkt, wacht, ik ben een ziekenhuis, ik moet zo'n game hebben, dan zijn dit wel de kosten en dat duurt een jaar. Het is heel lastig om te zeggen wat een game kost. Ik zeg altijd, wat kost een auto?
Als je er één moet maken? Als je er één moet maken. En alles nou ja, die range, daar zitten games ook op. Dus het kan heel goedkoop, maar het kan ook inderdaad tot aan 50 miljoen. Wij bieden deze aan voor 1500 euro. Maar dat is natuurlijk een workshopje, maar dan heel leuk. Ja. Heren, ik neem niks aan. Ik dank jullie wel voor dit gesprek. Hartelijk dank. En veel succes met de spellen. Ook tijdens de kerstdagen neem ik aan. En veel spelletjes spelen. Ja, zeker. Dank je wel.